President Chandrika Prasad Santokhi werd op donderdag 21 april hartelijk verwelkomd door de aanwezigen van de Imdadia Ishaat Islam Moskee. Hierna nam het staatshoofd deel aan de iftar, oftewel het ontvasten, gevolgd door de salaat, ook wel het gebed genoemd. Ongeacht hoe druk je het hebt, je moet tijd vrijmaken voor geloof. Met name in de Ramadanperiode heb ik als president tijd vrijgemaakt in mijn agenda. Ik heb nog 3-4 iftari naar alle plaatsen waar ik ga voor de verkiezing. Daar ga ik terug. Om te laten zien, ik ben jullie niet vergeten. God heeft ons bij elkaar gebracht. Om te bidden. Voor land en volk. En dat is waarom ik hier ben. Respect voor jullie allemaal. Respect voor jullie jamaat. Respect voor jullie geloof. Maar ook mee te doen met u. Met het gebed. Omdat de zegeningen groot zijn als u voor uzelf bidt en ook voor uw gezin en familie bidt. Maar de zegeningen van Allah Ta'ala zijn nog groter als u voor andere mensen bidt. Mensen die in nood zijn, mensen die honger lijden, mensen die ontheemd zijn door wateroverlast nu in ons district Brokopondo. Mensen die slachtoffer worden van oorlogen. Dan zijn die zegeningen veel groter. Maar als u hier samen bidt, dan is de kracht van het gebed ook groot. En hoe kan het anders? Broeder voorzitter, u heeft net gezegd hoe we zitten. We gaan het doen. We zijn begonnen anderhalf jaar geleden. Lege kas, lege centrale bank, lege postbank, alle kassen van de overheid leeg. We hebben hard gewerkt, we hebben gebeden. En vandaag na anderhalf jaar kan ik zeggen, de kassen beginnen nu vol te raken. Salarisverhoging kan ik geven. AOV-verhoging kan ik geven. Kinderbijslagverhoging kan ik geven. Jullie ga ik weer salarisverhoging geven. Waarom? Het volk heeft offers gebracht. Het volk is niet massaal op het plein gekomen om te demonstreren, president. Je moet deze maatregelen niet treffen. Deze maatregelen doen ons pijn. Nee, het volk heeft die pijn gevoeld. Maar het volk heeft geloof. Dat er daar een regering zit die werkt aan de ontwikkeling van het land. Deze president werkt 20 van die 24 uren om te zorgen dat het goed komt met het land. En step by step komen we. Step by step. Wat zegt IMF? Regering, uw financieel beleid is prudent. U heeft stabiliteit al bereikt binnen anderhalf jaar. En u gaat volgend jaar de eerste groei in de economie krijgen. Ik zag net iemand die was uit diaspora van Nederland hier gekomen. Vraagt u aan die persoon wat een liter brandstof in Nederland kost om in je auto te tanken. Is meer dan 2 euro. Wereldmarktprijs is meer dan 2 euro. Dat wil zeggen, meer dan 50 SRD. Wereldmarkt. Wat betaalt u hier in Suriname? En toch schelden ze me uit. En toch schelden ze me uit. Niet eens 75 eurocent kost het hier. En niemand vraagt, hoe doe ik dat ding? Want ik mag niet subsidiëren. En toch laat ik het gebeuren. Dit is de kracht van gebed. Dit is als je bidt en blijft bidden. Dat onze schepper zorgt dat die dingen gaan gebeuren. Ik ben slechts instrument om mijn werk te doen.
Ik heb geen wonderstok. Ik heb geen toverstok. Maar die dingen gebeuren. Dus, voorzitter, bestuur. Hoe zit het komt. Maar als er een planning is van 5 jaar, gaan die dingen die in jaar 3 moeten gebeuren, niet in jaar 1 gebeuren. En als u grond heeft overgenomen en die grond heeft moeras en u wil een huis bouwen, wat gaat u doen? Eerst moeras weghalen. Dan grond stevig maken, stabiel maken. Dan gaat u huis daarop bouwen. Want als u dat niet doet, gaat het hele huis in elkaar storten. En nu hebben we moeras weggehaald. Nu hebben we fundament gebouwd. Nu is het stabiel, zegt IMF. En nu kunnen we verder daarop gaan bouwen. Na 25 mei 2025 gaan we het aan het volk laten zien. Dit hadden we beloofd. Maar ik had ook van u verwacht dat u me 28 zetels zou geven. U heeft me dat niet gegeven. En dit realiseer ik met 20 zetels. Geen 100%, maar misschien 75% heb ik gerealiseerd. En als je tevreden bent, als je vindt dat je vooruitgang gaat, als je merkt dat er ontwikkeling is geweest, dan beslis je verder. Dat is wat ik ga doen. Maar ik ga alles doen om het volk uit de crisis te halen. Ik ga alles doen om de economie te stabiliseren. We hebben nu 200 projecten goedgekeurd. Die gaan we vanaf dit jaar uitvoeren. 3 jaar die we nog hebben. Alleen maar projecten gaan we uitvoeren. We moeten blijven bidden. Hoop niet verliezen. Geloof niet verliezen. En daarom zijn we vanavond hier om in gebed te gaan voor Suriname. Om in gebed te gaan voor alle Surinamers. En ik bedank jullie namens het volk, namens de regering. Voordat jullie ook voor ons bidden. Dat jullie ook voor het volk bidden. En dat het goed mag komen met ons land. En laat op deze wijze doorgaan. En laat alle om wijsheid vragen, kennis vragen, gezondheid vragen. Maar ook dat hij ons leidt op de goede weg. Dat u ons leidt naar de juiste richting. En uiteindelijk ons brengt naar die paradijs die we allemaal graag willen hebben. Bestuur, leden, ik dank u dat u mij heeft uitgenodigd om hier te zijn. Ik ben met een kleine delegatie. Ik bedank ook voor de ontvangst. En natuurlijk weet ik dat Iftar, Ramadan, veel kosten met zich meebrengt. En ja, wanneer, net zoals ik eerder gezegd heb, wanneer ik wat heb, geef ik het volk door. Als ik niks heb, dan kon je hem deed. Dus daar heb ik een kleinigheid meegenomen, voorzitter, om ook de kosten te dekken. En ik weet dat u veel kosten maakt en ik laat het aan u over hoe u dit wenst te besteden. Mag ik het aan u overhandigen? Over dat alles. Veel zegen. Kracht geven. En het jamaat. Veel zegen en macht erop. Dank u wel. Allemaal. Ramadan Mubarak. We zijn bijzonder trots op deze president. Hij heeft ons altijd bedacht in de heilige maand Ramadan hier te gast te zijn. En zoals ik in mijn spreekbeurt zei, voorheen als voorzitter van de VHP en vandaag als de eerste burger, namelijk het staatshoofd van de Republiek Suriname. Zij die de moskee, de tempel en de kerk niet vergeten, zijn gezegende mensen. Als een president moet je kostbare tijd vrij kunnen maken om dit te kunnen doen. En we waarderen het zeer, want ook het feit dat het een eerste keer is voor onze jamaat, waar ik van weet, dat het voor het eerst een president een bezoek hier heeft gebracht. En we stellen het zeer op prijs. Ja, ook mijn ervaring ook, dat hij me persoonlijk een keer heeft uitgenodigd in zijn kabinet.
om voor hem te bidden. Daar zie je dat, dat de president het gebed van ons ook nodig heeft. En niet hij alleen, het hele land heeft het nodig. Want we zitten in een moeilijke periode ook. En met zo'n president hebben we zeker een hoop dat het goed zal gaan.